lang geleden is het eigenlijk dat jullie, voordat jullie samen gingen als New Collective, elkaar ontmoeten en besloten om eigenlijk te beginnen met New Cool, de samenwerking tussen jullie twee? Nou ja, dat is... Ja. We kwamen elkaar dus toch wel met enige regelmaat tegen on the road. En we bleken dus ook dan ook nog een keer een soort van mutual admiration society. Ja. Hè? Van ja, elkaar. Het kwam... Wat samen doen en dat tot de volgende keer. We moeten toch eens wat samen doen. Ja, op een gegeven moment gebeurt dat gewoon. Bij wat voor dingen kwamen jullie elkaar dan tegen? Was het tijdens optredens van New Cool Collective of bij Bijvoorbeeld. En op festivalachtige dingen waar ik dan draaide of waar zij speelden. Waar kom je elkaar? Die treedt natuurlijk in vele samenstellingen op. Jazzfestivals is heel vaak aan het draaien en plekken waar wij moeten spelen, dus dan... Slaat de bliksem soms in. Ja, dat hebben we wel gemerkt. In Woerden, was dat, joh. Toen sloeg de bliksem in? Ja, zij moesten spelen en ik moest draaien daar ergens, want er was een festival daar in allerlei verschillende kroegen was dan wat. Zij moeten daar spelen, hebben op het podium daar buiten. Maar het leek wel alsof het alleen boven Woerden was. Dat het noodweer was. Ja, en ze sloeg op een gegeven moment die bliksem in, weet je wel. Iedereen moest van het podium af. Toen zijn we met z'n allen naar Joel gegaan. Toen kwamen ze allemaal binnen. En toen werd het nog heel erg goed. Ja. Want toen speelden ze dus mee David die was helemaal op dreef. Maar we zoeken elkaar wel op en dat is ook de aanleiding waarom we uiteindelijk besloten hebben om met elkaar op stap te gaan. Want als we dan ergens speelden, en Jules was er ook, dan gingen we niet naar huis, weet je. Dan bleven we bij elkaar in de kleedkamer zitten of gingen we naar elkaars gig kijken. Dus dat was zo leuk en inspirerend dat het gewoon... logisch was om dat voor te zetten. Ja, hebben jullie het in het begin een beetje uitgeprobeerd van kijken of het die combinatie wel klikte of was het gewoon gelijk een sprong in het diepe van? Nou, we zijn één keer bij elkaar gekomen, geloof ik. Toch van tevoren? Eén keer in dat eigenaardige, waar is het ook alweer? Bij Jos in zijn oefenhof. Op dat industrieterrein. Bij de Theemsweg. Eén keer. Om een setlijst vast. En het was toch eigenlijk van, jongens, moet je horen, we zien wel. Ja, maar we kunnen allemaal heel goed improviseren en dat bleek ook. Kijk, de meeste mensen die doen zo'n theatervoorstelling, gaan ze eerst try-outs doen en repetities omdat en een regisseur. Omdat die boos zijn, dan zou ik een reet gaan of zoiets, hè? Nou, juist omdat jullie maar één keer gerepeteerd hebben, blijft de spontaniteit bleef. Het is toch een kwestie van, wat kan je nou eigenlijk repeteren? Want ja, de volgende keer als je het gaat doen, kan je het, je kan het toch nooit precies herhalen zoals het... Je kan een paar soort van afspraken maken van, nou jongens, dan en dan en dan, en dan moet jij... En verder, moet het toch door het te doen, gaat het... Gaat het werken? We hebben die voorstellingen van iets van, ik weet niet hoeveel de eerste serie was, toen, van 20 of zo keer gedaan. Ik dacht toen 16 keer zoiets. Ja. Want we moesten, het was zo dat wij moesten eigenlijk toen invallen omdat een andere band was toen toch. Ja, de Raccoon was dat. Raccoon die had. Die had die tour geboekt. En dan moesten jullie toen, vroegen ze jullie. Van of jullie daarin wilden vallen en toen heb jij gezegd van in de theaters, want we willen, als het met, dan doen we het met en dus die in, dat ja. hebben wij toen ingevuld. Ja, precies. Maar dat was ik mag wel zeggen, een doorslaand succes, vooral ook bij onszelf.